Met mij ging het altijd goed. Dus als ik me een keer rot voelde, dan deelde ik dat niet. Het was vanaf een jaar of 15 dat we al naar de kroeg gingen, gewoon in de buurt. Maar we begonnen ook al gewoon meer te experimenteren met drugs. Dus dat was met ecstasy en coke begonnen we een beetje te experimenteren. Maar toen ik net 17 was, toen ging ik voor het eerst naar een houseparty. Nou, en dat was, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Dus eigenlijk vanaf die leeftijd ben ik heel veel uitgegaan. Heel veel plezier beleefd ook, echt wel superleuke tijden gehad. Maar het was ook wel gewoon rauw en wel duister soms. Vroeger was dit een locatie wat leeg stond. En hier beneden zat een mortuarium. En daar hebben we illegaal technofeest gehad toen, destijds. Verderop in die gang, dat was echt de plaats waar dan zeg maar al die gaten in de muur zaten. Waar dan die lijken eigenlijk vroeger opgeborgen werden. Ja, dat was wel een beetje een randje luguber natuurlijk. Maar dat was juist wel stoer natuurlijk toen. Dus dat had toen al wat. Maar ja, als ik dat nu zie en erover nadenk, dan denk ik bizar. Ik heb wel dat ik aan het feesten was. En dat was gewoon vaak was dat dus 's nachts, hè, grote feesten. En het is natuurlijk muziek, hè, en wat heel opzwepend is. Waarin je eigenlijk helemaal in meegenomen wordt. En dan onder invloed van pillen, van coke. GHB, ja, dan ga je toch, ervoer ik wel gewoon van, dit klopt niet. Ergens klopt dit niet. Het was echt een jongen die aanwezig was en veel sprak, maar niet echt zichzelf liet zien. Niet veel emoties liet zien. En daardoor bleef onze broerrelatie gewoon wat afstandelijk. Het tonen van kwetsbaarheid, dat was voor mij zwakte. En dat zat weer geworteld in wat we vroeger hadden meegemaakt. Dat ik voor mezelf op jonge leeftijd een keuze had gemaakt. Van oké, ik mag niet zwak zijn. Ik vind dat mijn vader zwak gehandeld heeft. Ik mag niet zwak zijn. Ik ben opgegroeid in Rijnsburg. En in een traditioneel christelijk gezin. En het was gewoon fijn en veilig. Totdat ik ongeveer 10 jaar oud was. En toen ging bij ons thuis eigenlijk mis doordat mijn vader steeds meer begon te drinken. En alcoholist werd. Uiteindelijk gingen mijn ouders ook uit elkaar. En daar heb ik heel veel verdriet van gehad. Ik kon daar toen gewoon niet zoveel mee. Waardoor ik wat afspraken maakte met mezelf. Dat ik niet meer mocht huilen, dat ik me altijd sterk op moest stellen. Want ik was gewoon door de jaren heen best wel verhard. Toen ik 25, 26 was, toen begon ik... Ik had een enorme muur om mezelf heen gebouwd. En die begon wat af te brokkelen. Ik heb een aantal keer in mijn leven, in die tijd al, heb ik eigenlijk een bevestiging gekregen dat God bestond. En dat was een vriend van mij die een heftig auto-ongeluk kreeg. Dronken achter het stuur. En kreeg een auto-ongeluk en die had een bijna doodervaring. Hij had echt voor Jezus gestaan. En die had hem een tweede kans gegeven. Echt een heel bijzonder verhaal, een hele bijzondere situatie. Hij nodigde me uit voor een dienst. Dus daar ben ik op ingegaan, op die uitnodiging. En voordat ik daar naartoe ging, toen heb ik eigenlijk gebeden en gevraagd van als u bestaat, laat het dan maar zien. Toen ik daar binnen stapte, bij die kerkdienst, en muziek begon te spelen, toen brak ik. En het was de eerste keer in 15 jaar dat ik diepe emoties ervoer en dat ik echt begon te huilen. Dus ik had 15 jaar niet gehuild. En dat brak helemaal open. Dus ik heb toen een keuze gemaakt. Toen echt een keuze gemaakt om Jezus uit te nodigen in mijn hart. En is het eigenlijk een proces geweest. Een proces van God ontmoeten. En daarin dus eigenlijk jezelf eerst kwijt zijn en vastlopen. God ontmoeten en een hele bijzondere ervaring hebben met God. En vanuit daaruit eigenlijk een weg naar geestelijke volwassenheid.
waarin je dus ook, waarin je valt, waarin je struikelt, maar waarin je weer opstaat, waarin hij je helpt om op te staan. En steeds beter weet wie je bent in hem. En eigenlijk een steeds, ja, eigenlijk een completer leven krijgt. Arnold die had zo'n stevige muur om zich heen gebouwd en was zo sterk, daar kon eigenlijk niemand doorheen breken. Behalve God. En ik heb God gezien aan het werk in mijn broer. En ja, God heeft het beste weer bij hem naar boven gehaald, dat Arnold ook gewoon diep had weggestopt. Daar ben ik echt heel, heel blij mee en dankbaar voor, dat ik op die manier mijn broer ja, weer terug heb gekregen. Ik dacht dat het geloof enorm stoffig was en dat ik dan een heel saai leven zou krijgen. Dus dat hield mij eigenlijk daarvan af. Maar dat is echt een leugen. Dat is echt een leugen. Ik heb echt een heel bijzonder en waardevol en rijk leven gekregen door met God te leven. En ik weet dat ik een zoon van God ben.